Ismar. Wij hebben hier een volle studio. Ja, het is 3 mannen hier in de studio die hier wel vaker langskomen. Want ze gaan lekker. Meer dan 900.000 abonnees op hun YouTube-kanaal. En inmiddels zijn hun filmpjes al ruim 212 miljoen keer bekeken. Idee is simpel. Opdrachten uitvoeren die kijkers insturen. Vanmiddag werden wij eigenlijk gebeld met de vraag of ze langs mochten komen voor iets nieuws. En dan worden wij altijd wel een beetje benieuwd. Dus daarom zijn ze hier in de studio. Mag ik een groot applaus voor Stuk TV? Ja! Ja, het is... ik kijk even de studio rond. Ja, het is mooi, hè? Het is een takeover, jongen. Waarom dit? Het is gezellig. Waarom? Ja. Ja, ik vraag het mezelf ook af. Nou ja, we hebben natuurlijk gewoon weer een opdracht die we moesten uitvoeren. En dat was dit keer een naakt shoot. Ja. Dus ik was de lul. Ik zal proberen te omschrijven. Jullie kwamen de studio hier binnen en met een heel pak papier. En vervolgens hebben jullie hier de hele studio ondergeplakt met een poster van Thomas. En daar staat boven, eet gezond. En jij ligt daar naakt met een hele blije lach. Alleen maar wortels, die hou je voor je. Ik probeer de schaamte nog een beetje weg te lachen. Ja, maar wat de boodschap nou in principe is. We hebben dus we merken dat onze kijkers wat sportiever moeten worden. Ja, is dat zo? Sommigen. Ja, ja, okay, ja. Dus we wilden gewoon een campagne Eet Gezond maken. We zijn er ook niet voor betaald. Nee. Thomas is uit de kleren gaan, gratis. Dus we dachten, we kunnen deze foto daar heel goed voor gebruiken. Maar er kwam echt een opdracht binnen van ga naakt. Ga een naaktshoot doen. Dus die naaktfoto hadden we een gegeven moment gemaakt. Dacht, hier moeten we iets leuks mee doen. Dus dacht, laten we gewoon een Eet Gezond campagne aanhangen. Ja. Dus dat hebben we meteen groots aangepakt. We hebben posters laten maken. We hebben een persbericht eruit gegooid. Iedereen aan de bel getrokken, dus ook bij jullie. En nu moet gewoon iedereen gezond gaan eten. Ik vind het altijd zo bijzonder dat het bij hen ook weer lukt. Want ik geloof ook weer dat jullie bij Late Night vanavond zitten. Ja, zeker. Je zit bier te drinken. Wat is dat? Ik zei niet drinkgezond, toch? Hoe zit het met jullie eigen? Hoe gezond ben jij dan bijvoorbeeld, Thomas? Als jij dan ik ben nu best wel fanatiek aan het sporten. Maar ik vind, je moet ook wel genieten van het leven. Dus een biertje op tijd. Jij bent een beetje de eeuwige student toch altijd, of niet? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar je moet wel, kan ook op een gezonde manier student zijn. Je hoeft niet per se een bierbuik te hebben. Zeker. Maar de pizza was lekker. Nou hebben jullie dus deze poster niet alleen hier in de Slam Studio opgehangen. Ja. Want volgens mij, als ik ga vanavond naar Utrecht. En daar... Ja, heel Utrecht hangt. We hebben vanmiddag heel Utrecht volgehangen met allemaal van deze mooie posters. Hoeveel van die dingen hebben jullie laten maken dan? Parel. Ja. Ze zijn ook echt groot gewoon. Ja, echt, tuurlijk. Dat Stuk TV kan hier met een klein beetje aankomen. Maar hoe is het trouwens om naar jouzelf te kijken zo, hier in de studio? Nou, die shoot was echt heel gênant, want dan moest ik eerst gaan staan. En er is natuurlijk een fotograaf bij, nog assistent, de jongens zijn erbij, de cameraman is erbij, weet je wel. En je moet proberen toch wel een beetje je heilige deel een beetje te... Ja, of camera te houden, maar dat is vrij lastig. Ja, je bent net hier in de studio ook weer uit de kleren gegaan. We gaan hem zo even posten op ons Instagram kanaal. Bij Ismar, daar kan je ook weer even zien. Niemand gaat snel uit de kleren. Hè? Ja. Maar goed, oké, we kunnen dit dus binnenkort gaan bevonderen. Zeker. Ik ben heel benieuwd. We hebben wat meegenomen. Ja, we hebben nog een kleine verrassing natuurlijk. Die willen we hier ook ophangen. Ja, ik ga het even pakken, jongens. Ja, pakken jullie hem even. We hebben ook nog een verrassing mee. Ik heb ook nog niet momentje. Ja, momentje. Nou, dit is heel leuk een keer zonder verrassing binnenkomen. Ja, precies. Ja. Nee, dat kan natuurlijk niet. Kijk, oh, wow. Holy fuck, dat is slecht. Ik wou even groot uitpakken. Even als je zit te luisteren, Stefan en Giel lopen nu en die komen met een doek aan. Hoe groot is dit doek? 4x3. 4x3. Het is gemiddeld even groot als iemands studentenkamer. En dit is weer Thomas die daar op staat. Maar wat gaan jullie hiermee doen dan? Ja, die wouden we hier ophangen. Ja, ik weet niet of dat hier opgehangen kan worden. Of die past in de studio. Dat is lekker wel gezellig. Och man. We moeten gewoon buiten aan de kant hangen. Maar waar stopt dit ooit bij die opdrachten bij jullie? Want het gaat alleen maar... Ja, dat is natuurlijk onze uitdaging. We willen elke opdracht gewoon weer next level gaan. En kijken hoe ver we kunnen gaan. En je ziet het, we zoeken letterlijk de grens op. En we zitten vanavond bij RTL Late Night. Ja. Dus, om dit hierover te vertellen. Ja. Deze mensen, jongen. Dus als je vanavond om 22:30 zit je RTL Late Night, dan denk je, nou ga ik eens even het nieuws meekrijgen. Een beetje dieper gesprek. En dan vergeet het maar. En dan zie je die jongens een Stuk TV hebben ook nog een goed hart, want ze willen dat jongeren gezond gaan eten. Maar Thomas, besef jij dat jij vanavond bij een van de best bekeken televisieprogramma's van Nederland gewoon naakt op te zien bent? Ja, maar dat is wel een dingetje. Dat had hij nog niet. Hey, maar jongens, jullie zijn de mannen van de opdrachten, toch? Ik zit eigenlijk te denken. Ja. Het lijkt mij leuk als wij... Jullie naakt gaan. Nee, dat wij jullie een opdracht gaan geven als radio-dj. De jongens van Stuk TV worden radio-dj's. Wat nou als ik jullie zo meteen...
Kijk, zes minuutjes ongeveer geef. Ja, is goed. Jullie gaan Igmar zo meteen interviewen. En dan kan uiteindelijk, gaat Igmar gewoon bepalen wie van jullie de beste interview is. Maar dan wil ik op de plek van Igmar. Nou, wacht even. Jullie moeten alle drie gewoon drie vragen bedenken. Drie goede vragen voor Igmar wie uiteindelijk het beste interview kan geven op de radio. Gewoon even een opdrachtje terug. Ja, dus okay. we gaan even wat muziek draaien. Dus dan mogen jullie vragen opgeschreven. Nou, even als zij de radio die er zijn. Is er een plaatje wat je nu wil horen? Hoe heet het ene nummer ook weer? Dat is zo lekker. Ene nummer. Nou, het begint al goed, hè? Jay Hardway. Electric Elephant. Nou, dat die zit er toevallig tussen. Ja, die staat al tussen. Aankondigen. Even aankondigen. Hier is Jay Hardway met Electric Elephant. Goed hoor. Oh shit. Yes, Sarah Larsson met Never Forget You. We zitten hier nog steeds bij Slam. Niet bij Igmar, maar met de mannen van Stuk TV. Wij hebben een opdracht meegekregen om Igmar drie vragen te stellen. Ja. En wij mogen dat allemaal om een omste beurt doen, toch? Ja, ja. Hoeveel wil je dat doen? Ja, het is jouw show. Giel begint. Oh, het is mijn show. Daarna Thomas en daarna Stefan. Nu bij Giel eigenlijk. Het is bij Giel bij Stuk TV. Bij Giel klinkt toch ook meteen een stuk beter, moet ik eerlijk zeggen. Door dit radio maken wat jullie doen. Dat is op Brabant FM. Volgens mij wil Thomas beginnen. Nou, kom er maar in. Een interview aan Igmar. Rens heeft bedacht. Ja, ik dacht even leuk. Ik word geïnterviewd. Oké, kom maar. Ja, ik is? Ja, okay, spannend. Oké. Maar ik dacht gewoon een leukere vraag om makkelijk mee te beginnen. Wat is de gekste plek waar je ooit seks hebt gehad? Oh, lekker makkelijk om erin te komen. In een zwembad. Oké, dat is niet zo gek. Nee, vind je niet gek? Nee. Oké. Nou, ik word gelijk lekker neergezet hier. Oké, wie vind je de leukste presentator van Stuk TV? Ja, dat denk ik wel erg. Ik heb het vaak met Giel samengewerkt. Die maakt laat heel veel scheten. Dat is irritant. Ik hoop altijd nog gratis biertjes te krijgen van Thomas in Utrecht. Als hij daar werkt of als hij... Dan ga ik toch voor Thomas. Oké. Nou, dan moet jij kiezen. Rens of Joep? Jeetje. Joep, want die brengt me vanavond naar huis. Ja. Je bent ook wel heel makkelijk. Ja, dat is wel makkelijk. Oké. Wat is jouw wildste seksfantasie? Thomas komt wel met de vraag. Okay, eerlijk. Nou, ja. Kom maar op, Igmar. Beetje diepgang. Nou, ik zou niet zo goed weten hoe dat moet, maar ik zou het dus heel graag bij de Mile High Club willen horen. Dus in een vliegtuig. Oh ja. Nee, dat vind ik ook wel. Jij, deze telt wel te uit. Ja. Is goed. Stevig. Ja, we zijn natuurlijk nog steeds met die Eet Gezond campagne bezig. Dus mijn vraag is, wat is je lievelingsgroente? En nou, niet wortels. Ja, Spersjebonen. Okay. Ja, wij hebben natuurlijk vaak een programma samen gepresenteerd. Ja, ja. En daar hebben we het vaak gesteld natuurlijk gewoon over dames gehad. Ja, ja. Dat is logisch. Billen of borsten? Borsten. Borsten. Borsten, sowieso. Oké. Okay. Kom zo maar toch ook over borsten hebben. Hè? Ja. Welke? Je hebt alleen maar seksvragen, Thomas. Ja, maar dat willen luisteraars toch horen. Ja. Dat is een beetje... Thomas is van de diepgang. Ja, ja. Ja. Goed, ja. Oké, met welke vrouwelijke YouTuber zou je wel eens willen wakker worden? Jeetje, Tess. Oh. Tess. Tess? Ja. Tess? Teske? Tess. Ja, Tess Milne. Oh, Tess Milne. Oh, Milne. Ja. Oh, ja. Okay, ja. Ja, ja, ja. Telt hij eerst goed, Thomas? Ja, terecht. Oké, als je geen radio-dj was geweest, wat was je beroep dan nu geweest? Ik wou vroeger altijd omroeper in de trein worden. Wat is dat? Ja, gewoon een conducteur. Ja, conducteur. Ja, leuk. Oké. Wat voor boete heb je ooit gehad van de politie en wat is het ook de ergste? De ergste wat je ooit hebt gedaan richting de overheid? Even denken. Ik heb ooit... 1 nacht in de cel moeten slapen. Oh, praat door. Goeie vraag, joh. Ja, goede vraag. Omdat ik een beetje dronken was. En ik moest mijn biertje eigenlijk weggooien. Maar ik was zo dronken dat ik besloot weg te rennen. En toen... Ik weet waar dat is gebeurd, denk ik. Oh ja, echt waar? Want? Was dat toen bij de illegale tuinparty? Nee, dat was een andere keer. Dat was de tweede keer. Hé, hey, jongens, dit waren de drie vragen die jullie alle drie hebben gesteld. Ja. Wat vond je dat algehele niveau? Ik vond een leuk niveau. Ik vond Thomas had allemaal seksvragen. Stefan zat iets meer intellectualiteit zat erin. En Giel ook. Hou maar op. Ja, ik ben benieuwd. Wie was de beste radio-interviewer volgens jou? Stefan. Ja, applaus. Yes. Ja. Hij wint een keer. Mannen, veel plezier bij RTL Late Night vanavond. En deze rare campagne voor jullie. Dankjewel.
Ja, en er gebeurt natuurlijk nog veel meer bij Igmar. Wil je dat nou zien? Fragmenten bij ons programma? Klik dan even hieronder. Hebben we alles voor je staan. Ondertussen, als je dan toch niks aan het doen bent, even hier abonneren en dat duimpje geven. Alle drie tegelijk. Dus ga even naar abonneren. Klik hieronder en geef dat duimpje. Dan ben je een held, want dan kan je multitasken.